Vanaf de zipconomy redactie Welkom bij Zip Talk. Een hele goede dag en welkom bij Zip Talk, de podcast van Zipconomy. Mijn naam is Narade Bouwland en ik word vandaag zoals altijd bijgestaan door Hugo-Jan Ruts, hoofdredacteur van Zipconomy. Goedendag Hugo-Jan. Goedemorgen. En uh, ja, wij gaan vandaag uh, kijken naar, uh, naar het buitenland. Ja, het is ja. eigenlijk wel mooi om even naar het buitenland te komen, want, of te kijken, want we komen uh, uh, allemaal terug van vakantie. We hadden net eigenlijk al uh, in de vorige aflevering Thierry Aartsen in augustus nog. Dus dat was vrij vroeg, uh, een vroege start van ons seizoen. Um, maar vandaag gaan we dus kijken naar het buitenland. Uh, we gaan kijken naar hoe ze het daar geregeld hebben als het gaat om freelancers. En dan met name de vraag: wanneer mag je een freelancer inhuren? Uh, daar heb jij recent uh, onderzoek naar gedaan. Dus daar ga je ons zo meteen uh, over bijpraten. Samen met onze collega uh, Klaasje Vogel. Um, want in Nederland zijn we daar nog niet uit. Hè? Uh, wanneer je nou uh, als freelancer zelfstandig uh, ingehuurd mag worden. Nee, we krijgen natuurlijk de handhaving. Daar hebben het vorige keer ook al uitgebreid over gehad. En er ligt een nieuwe wet klaar. Ja. Nou, daar is best nog wel heel veel over, uh, over uh, te doen. Ja. Die nieuwe wet gaat heel erg over het verduidelijken van de regels. Wanneer mag iemand inhuren? Wij hebben toch, daar heb ik mijn zomaar aan besteed. Ja. Kijk ook okay, even wat voor elementen zijn er nou in het buitenland. om niet naar verduidelijking te gaan. maar eigenlijk naar een vernieuwing van de visie op. Dit hele onderwerp. Ja, ja oké. Okay. En daarvoor hebben we dus Sam Overduin vandaag te gast. Goeiedag Sam. Goedemorgen. Uh, jij bent Public Affairs Officer bij de Het First groep. Je bent ook verantwoordelijk voor de lobby bij de Bovip. Um, en uh, het First is samen met de ONL opdrachtgever voor dit onderzoek, waar Jan het net over heeft. Um, waarom dit onderzoek? Nou, wij werken eigenlijk al langer samen hè, in, deze, in deze driehoek. Dit is volgens mij ook. Vierde rapport in, in drie jaar tijd. En eerder hebben we al een, een keertje een, eigenlijk een, een kijkje in de keuken genomen van, van andere landen. Okay. Toen op het gebied van de sociale zekerheid en, en fiscaliteit. Op dit moment speelt er natuurlijk enorm veel. Hè? Als we het hebben het over het ZZP dossier. Aanstaande donderdag rond de tafel gesprek. Volgende week donderdag op 12 september een debat over het ZZP dossier. En uh, ja, wij vinden het gewoon heel interessant. Om ook te kijken, ja, wat kunnen we leren van andere landen? Hè? Als we kijken naar... Andere Westerse landen, hoe gaan die om met die kwalificatievraagstuk? Welke criteria worden meegenomen? Super relevant en interessant. Ja, en dit is voor ons vanuit Chipkolom heel fijn dat we de gelegenheid krijgen van het First Group en ONL... om het onderzoek te doen. Ja. En dat, dat, dat maakt ook dat we goede verantwoordelijkheden daarmee aan elkaar kunnen trekken. Ja. In die zin dat, dat wij hebben gewoon het neutrale onderzoek gedaan. Mm -hmm. Ik vind er ook best wel wat van, maar het gaat mij vooral om de feiten naar boven te halen, de neutraal en dan kan. Uh, ONL en het en andere partijen kunnen daar dan vervolgens een mening over vormen. Ja. En die twee dingen aan elkaar trekken, dat, dat vind ik wel heel erg prettig. En dat uh, nou, uh, het is ook fijn dat we dat, dat kunnen doen. Want het is best, uh, best veel werk. Ja, uh, ja. oké. Okay. Ja. Nou, dus we meteen daar meer over, maar we gaan eerst even naar onze headlines: Zip Talk Headlines. We ja, beginnen met een, uh, met een event, ook nog in de zomer heeft er plaatsgevonden. Um, een event vanuit uh, Zip Media. We zijn met, uh, met ons en onze partners, wij, uh, de, de, de Zip Media Partners. <laughs> niet, uh, niet de partner die thuis heb zitten, uh, hebben wij een inclusief werkgeverschap-event georganiseerd en zijn we gaan rolstoelbasketballen. Um, wat vond jij ervan, uh, Hugo Jan? Ja, ik vond ik vond het echt geweldig. Het, uh, uh, nou, dat, weet, dat weet jij en dat weet ja. een deel van de luisteraars ook wel. Basketbal is wel echt mijn sport. Uh, ook jouw sport. Dus het Zeker. was heel leuk om het samen te doen. Het was ook heel leuk om het met de partners te doen. En uh, bij BS Leiden uh, warm onthaald. Ja, en toch, toch de ervaringen. Als je altijd vanuit een bepaald perspectief hebt gesport. Basketbal. Ja. En je gaat dat ineens vanuit de stoel doen. En je gaat met mensen praten vanuit die stoel. Ja. Dat geeft je toch net even een ander perspectief. En, en, en mijn belangrijkste les was ook wel. Joh, het is gewoon precies hetzelfde. Ja. Eigenlijk. Ik bedoel, je zit in een stoel. Ik had er net veel lol aan. Ik wilde nog steeds winnen. Ik baalde ervan dat ik een bal misschoot. En ik vond het leuk dat ik een keertje raak schoot. Ja, ja. Diezelfde beleving. Het doet, <laughs> het doet er dus niet toe hoe je het doet. Ja. En ik geloof dat als je het over inclusiviteit hebt, dat dat heel erg leuk was. En het was heel erg leuk ook en belangrijk dat veel van onze partners erbij betrokken waren. Ja, ja precies. Ik vond het ook interessant dat de uh, zelf aangaven dat het uh, voorheen nog best even een uitdaging was om... Als integraal onderdeel van de vereniging gezien te worden. maar dat ze daar stap in hebben gemaakt. ook vanuit de vereniging en vanuit de rolstoelers. en zo dichter bij elkaar zijn gekomen. Dat was voor mij eigenlijk de belangrijkste les ook. En ook als andere organisaties denken. we moeten hier eens iets mee. dan lijkt mij dat een goede benadering. Dat was mijn takeaway. Ja, ja, mooi. En dan hebben we cijfers van het CBS. dit keer over zakelijke dienstverlening. Wat was daar het belangrijkste uit? CBS komt elk kwartaal met een update van hoe staat het er eigenlijk mee. En dat, is, dat, is, dat zijn harde gegevens, maar het is vooral ook vragen aan de branche zelf, hoe gaat het ermee? Ja. Wat zijn je verwachtingen uh, naartoe? Nou, algemene cijfers zijn best aardig. 6,2 voor de hele zakelijke dienstverlening. Um, nou, dus de IT doet het nog iets beter. IT-dienstverlening dan de 6,2. Juridische sector, maar ook de wat, wat uh, praktische beroepen als beveiliging en schoonmaak doen het heel goed. Oké. Okay. Hebben we, ook, we hebben het over omzet, hè? Of? Ja, hebben we hebben het over omzet. Ja, okay. dat, en 6,2 klinkt natuurlijk heel goed, maar de kostenniveau is het ook best. beste. Alles wat met ja. veel arbeidsintensief heeft te maken, die zijn toch misschien wel harder gestegen. Ja. De flexsector is daar een apart onderdeel van. Daar is niet meer maar 2% groei. Het is nog steeds groei, maar ik denk dat die 2% groei uh, van de omzet minder is dan wat de kostenniveau gestegen is. Dus ja. de marges zijn gedaald. En dan zie je, uh, nou we zagen eerder al dat de detacheringsproces sector het echt voor het eerst slechter doet de aparte monitor van de VVDN generieke uitzenders weten we dat al, uh, al langer van uh, die doen het die doen het echt wel uh, echt wel matig nou het uh, geen, geen al te kleur bij een beeld voor de, voor de uh, hele flexsector het kan altijd nog slechter natuurlijk hè, want ja. het is nog steeds wel groei Ja, en AI is uh, nu zo'n twee jaar zijn we daar heel druk mee. Uh, is het mainstream geworden. Um, nu gaan we ook stappen maken met de wet de regelgeving daaromheen. Um wat is, is daarover te melden op dit moment? Ja, ik, natuurlijk, gaan we vast nog eens een keertje een aparte sip-talk uh, over, uh, over besteden. Over ja. AI, maar ook, uh, maar, maar ook in de verdieping over, uh, over regelgeving. Ik zal nog een plaatje van Gartner voorbij komen. Dat AI nu al echt wel over het punt van de, van de hype cycle is. Okay. Um, dus het gaat nu even een stuk naar beneden, zeg maar. Alle aandacht dan volgens, uh, volgens hun. Maar ja. um, Europa zit niet stil, dus er is een belangrijke verordening die is al ingegaan. Okay. Over hoe je nou als dienstverleners met AI moet gaan. En met name alles wat heeft met, heeft met, met recruitment, uh, werving en selectie, bemiddeling van ZZP'ers. Nou ja, daar zie je heel veel AI-innovatie in, terecht, denk ik. Maar uh, vooral ook omdat het natuurlijk persoonsgegevens is, is dat wel iets wat je echt nadrukkelijk in, in de gaten moet hebben. Niet alleen als ontwikkelaar daarvan, ja. maar ook als inkoper van dat soort diensten of als inkoper van inkopers van diensten die AI-inkopen. Ja. Dus in de keten, uiteindelijk ook de eindopdrachtgever, klant. Ja, die moet wel weten wat gebeurt er in die, in die keten met AI. En, en klopt dat nog wel een beetje. Ja, oké. Okay. Ja, dan gaan we qua politiek een uh, razend interessante uh, twee uh, weken in. Um, wat moeten de mensen daarvan weten, hugo -Jan? Ja, het is wel breder dan twee weken. Ik, okay. heb, ik heb een stuk op Zeeconomie geschreven, dat heet de hete herfst. Ja. Um, <laughs> en daar dat, ja, gaat, gaat politiek echt wel uh, een boel uh, gebeuren. En dat is voor de insiders interessant, omdat het echt gaat schuren, ook binnen de coalitie. Ja. Uh, en de tweede kant is natuurlijk, ja, dit gaat ook schuren met de markt. Okay. Want uh, dat weten we al eens langzamerhand, die handhaver komt eraan. Maar er spelen nog wel meer, uh, meer dingen. Uh, arbeidsmarktligatie, dat is 4 september het eerste debat al. Dan gaan we daarmee om. vooral voor de uitzendsector wel heel interessant. Ja. 5 september is er een ronde tafel over waar wij mm -hmm. eigenlijk mee bezig met die handhaving. Is dat nou wel handig? En wat is niet, dat gaan jullie eigenlijk doen. 12 ja. september hebben we dan een, een uh, debat daarover. Okay. Daarvoor komt nog een Kamerbrief, wat dan uit het kabinetstandpunt is. Ja. Nou, dan gaan ze het dan op 12 september mee hebben. Ik denk zelf dat er niet heel veel hard nieuws uit gaat komen. Maar we zijn benieuwd. Hè? De, we hadden Thierry Aarts vorige keer. Nou, die heeft nogal voorzien gezet. ingezet. Ja. Op ja, moeten we dit allemaal wel gaan doen? Nou, ja. ben ik ben benieuwd hoeveel medestanders hij krijgt. Daar krijgen we Prinsjesdag, invulling van het Rieraakkoord. Dan krijgen we eind oktober nog eens een keertje het grote arbeidsmarktdebat. Ja. Uh, over alle andere wetten, toelatingsstelsel. Maar um, er zit er nog wel wat meer. Uh, Wetten in, in, uh, aan te komen. Ja, en dat hele pakket, ja, dan moet van hij, de nieuwe minister, moet daar nog wat van gaan vinden. Ja. We weten eigenlijk nog niet wat hij ervan vindt. We weten wel wat NSC wil, die wil integraal borststap overnemen. Dat nou, is echt wat anders dan wat de VVD wil. PVV weten we al helemaal niks. Uh, kijk even naar Sem, eigenlijk. Nee, nee. BBB is ook een beetje onduidelijk nog. Ja. Nou, we weten wat links wil, we weten eigenlijk weer niet wat D66 wil, mm -hmm. en dat is dat, dat is dat is een interessante mix. En dat gaat allemaal wat duidelijker worden de komende maanden. Oké, okay, welke kant gaat het nou daarop? Wordt wordt elke, elke soep gegeten, we ja. als we als we denken nou, misschien ook wel. Ja, dat gaat dat gaat echt wel de hele markt uh, flink heen en weer schudden. Ja, en Sam, uh, um, als je al deze uh, mijlpalen in de herfst hoort, naar welke kijk jij het meest uit? Ja, de hete herfst, ik vind hem echt uh, mooi bedacht. Uh, ja, nee, zoals, zoals hugo Jan denk terecht uh, zegt. Er, er speelt heel veel. Uh, en het uh, nou, rond de tafelgesprek uh, aankomende donderdag vind ik natuurlijk ook gewoon heel interessant. Vanuit mijn rol bij, bij Het First Group en de Bovip mm -hmm. uh, apolitiek. Uh, maar ik denk wel een goed initiatief van Thierry van Aerts om eens eventjes een uh, nou, wat, wat kritische vragen te stellen. Ook aan de, aan de aanwezigen, de stakeholders en, en de Belastingdienst. Van, ja, hoe gaan we nou invulling geven aan? Als we dat handhavingsmoratorium gaan opheffen. Ja. Uh, en voor de rest, inderdaad, hebben we ook nog het advies van de Raad van State ten aanzien van de V-bar, er liggen nog wat vragen bij de Hoge Raad. In zaken de, de casus uber FNV. Dus nee, er, er speelt gewoon enorm veel op het moment. En uh, ja, uh, dat, heel leuk om alles te volgen. Uh, ja. Dus ik ben benieuwd. Ja, um, En dan even de koppeling naar het, uh, naar het rapport en nu we het er uh, toch over hebben. Um, wat is nou de relevantie van zo'n rapport als je al deze we hebben best wel een naar binnen gerichte discussie kennelijk. Waarom zouden we er goed aan doen om ook vanuit het buitenlands perspectief hier naar te kijken? Nou, kijk, we staan in Nederland natuurlijk niet op onszelf. Hè? En je, je merkt dat die, dat, die, dat die politiek maatschappelijke discussie rondom ZZP, rondom platformwerk, speelt ook in andere landen. Um, nou ja, in, in, in Nederland op dit moment wordt natuurlijk ook heel veel aandacht gegeven aan het ZZB-dossier en het handhavingsmoratorium. Dat heeft er simpelweg mee te maken dat uh, nou ja, de V-Bar. De Raad van State ligt uh, en dat 1 januari 2025 dichterbij komt. Ja. Uh, en heel eerlijk, als we ook naar die V-bar kijken, hè, we hebben we natuurlijk de internetconsultatie gehad. Ik denk stevige kritiek uh, destijds, ook vanuit het maatschappelijk middenveld, de ZZP-organisaties, de brancheverenigingen. Uh, en daar zal ook nog een, een politieke discussie gevoerd over gaan worden. En ik denk dat het heel interessant is om te kijken naar die andere landen van hoe ze daar omgaan met die kwalificatievraagstukken. Welke, welke criteria nemen ze mee? Uh, en uh, ja, daar kunnen we hier in Nederland uh, wat van leren. Ja, ja. en is dat, uh, Hugo-Jan, is dat misschien ook de belangrijkste kritiek op van Genep dan? Dat we, dat we te veel vanuit, vanuit uh, ja, naar binnen hebben geredeneerd en vanuit hoe het is en te weinig vernieuwend zijn geweest? Of vind je dat meevallen? Ja, het, is, het, is, het is gewoon een dilemma ook van ga je nou wat nu een beetje kapot is repareren? Ja. En hoeveel tijd gun je je om tot iets nieuws te komen? Ja. En, en, en pleistersplakken is natuurlijk wel, wel iets waar de politiek snel toe overgaat. Mm -hmm. um, en dat heeft met de vluchtigheid van de politiek te maken. Dat heeft ook met de opvolging van kabinetten te maken. Uh, ja, je wil in jouw regeerperiode weer wat voor elkaar krijgen. Ja. Um, zonder dat... Uh, maar dat lukt gewoon soms niet. En dus je moet een wat langere termijnvisie uh, hebben. Die hadden we overigens gehoopt van de commissie Borstelab. Ja. Nou, dat vind ik nog steeds, vaker gezegd, een interessant rapport. Maar juist als je het hebt over kijken naar, naar de zelfstandigen, ja. vind ik het, vind ik het een, een, een weinig interessant rapport. Want er zit heel weinig vernieuwing in, er zit vooral in we moeten terug naar hoe het was. Okay. Nou, en dat, dat um, nou, ik denk toch het lef hebben om te kijken hoe kan het nou net even anders in een, wat Sam zegt, een internationale arbeidsmarkt ook. Ja. Uh, in, in dynamiek die ook met, met platformisering te maken hebben, die misschien ook wel een beetje met dat AI te maken heeft, die met digitalisering te maken heeft. Er is gewoon fundamenteel wat aan de hand in de arbeidsmarkt, niet alleen in Nederland, ook de landen andersheen, ja. dat veel meer mensen niet willen werken in een traditionele manier van werken. Ja. Nou, daar kan je wat van vinden. Ik kan zeggen, nou, maar dat is on, ongewenst, we moeten het allemaal terug doen. Vind ik prima. Mm -hmm. Maar, maar um, ja, ik denk dat je daar wel, daar, daar wel naar moet kijken in uh, een vernieuwende manier van, uh, van kijken. En als ik wel heel even door mag. De, de fundamentele kritiek die er op de wet veebaar is. Ja. En eigenlijk dus op het arbeidsrecht. En, en hoe het nu geregeld is, is dat het steeds gaat over je moet bewijzen dat je geen werknemer bent. Ja. En dat is waar met name heel veel ZCP'ers buitengewoon moeite voor hebben. Want die zeggen, ik heb die keuze al een keer gemaakt. Ik heb een keer een keuze gemaakt, ik stop als werknemer en ik begin voor mezelf. Is dat nou ondernemerschap? Nou, niet per se. Maar, maar die fundamentele keuze, daar moet je wat, volgens mij, wat mee. Okay. En, daar, daar doet de wet veebaar niks mee. Ja. En dat wil niet zeggen dat als je kiest dat er alles mag, dat je nergens aan moet houden. Verre van. Dat, 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 ik vond het heel opvallend, VVD begon in de vorige podcast ook over... Als je zelfstandig wordt, ja, dan zijn er ook verplichtingen rond pensioen. Ja. Nou, als dat VVD dat al zegt, vond ik echt opzienbarend. Maar het is ook wel een punt. Ja, er zitten wel verantwoordelijkheden bij. Dus het is niet, ik word ondernemer, dan mag alles. Nee, maar het, het, het zou wel kunnen, uh, een startpunt kunnen zijn van de discussie... in plaats van startpunt nemen, ik ben niet werknemer. En ja. dat, dat is wel wat ze wat in een aantal landen uh, uh, echt gedaan hebben... Uh, wat, wat, wat ik interessant vind. Ja, ja. oké. Okay. Dan ben ik heel benieuwd naar een belangrijkste inzicht. Ik ga heel even uh, terug naar Sam. Want um, wat Hugo-Jan je aangeeft: uh, dat redeneren van, vanuit die, uh, die zelfstandigen. in plaats van uh, zeg maar achteruit te redeneren. En is dat wat jou betreft ook de belangrijkste denkfout die we tot nu toe hebben gemaakt? Nou, wij hebben natuurlijk ook een, een position paper destijds uh, geschreven uh, vanuit Het First Group. Uh, maar ook vanuit de coalitie van brancheverenigingen. Wij werken prettig samen in een coalitie met, uh, met meerdere brancheverenigingen. En daarmee vertegenwoordigen eigenlijk de hele. Flexibele arbeidsmarkt, en daar hebben we ook gezegd van die ondernemerscriteria. Hè? Uh, voorheen C+, plus, inmiddels uh, OP, <laughs> excuses voor het uh, jargon. Ja. Uh, ja, eigenlijk zijn die op dit moment nog een beetje, beetje tweede rangs. Hè? We kijken ja. er pas naar als er een sprake is van een gelijkspel tussen het werknemerschap en de zelfstandigheid. Ja. En ja, sommige landen, ook zonder het gras voor de voeten weg te maaien van Hugo Jan, kijken echt fundamenteel anders naar die kwalificatievraagstukken. Ja. En er wordt er echt veel meer gekeken naar wie ben jij nou als individu? Ja. En wie ben je als werkende zelf? Ja, en dat is wel een hele, een, een, een hele interessante invalshoek om, om ook mee te gaan nemen in de politieke discussie. Ja, oké, okay, duidelijk. Nou, Hugo Jan, neem ons mee op reis. Waar gaat de reis beginnen? Ja, we, we, hebben, uh, we hebben natuurlijk niet alle landen bekeken. Uh, maar we hebben met name de landen om ons heen in, in, in West-Europa uh, gekeken. En we hebben ja. ook eventjes naar Canada en de Verenigde Staten gekeken. Omdat dat ook wel voor traditioneel... Uh, Landen zijn waar, waar relatief veel freelancers werken en, ja. en um, ook waar cultuur wat, wat meer op ons, uh, ons lijkt. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Mm -hmm. nou, ik, heb, ik, ik klus is er een beetje. Um, er zijn in ieder geval België, Duitsland um, en, en voor een deel ook de, de UK die echt meer beginnen bij het uitgangspunt: wie ben jij nou mm -hmm. als individu? Um, en, en we gaan van daaruit wetgeving en regels uh, ontwikkelen. Ja. Dat, dat doen ze daar echt wel met het, ik zeg er maar gelijk ook bij daarna best hele strenge regels, want Duitsland heeft zeer stringente regels voor zelfstandigen. Dat dus zijn er ook een stuk minder dan in Nederland. Ja, oké. Okay. Uh, maar toch nemen zij uh, uh, het beroep daar centraal. En ik zal het zo meteen nog wat anders over vertellen. Uh, je ziet in de, in de Verenigde Staten eigenlijk een lappendeken aan verschillende maatregelen. die ik nog het meest op pleisters plakken vind. Okay. En dan zie je, Canada heeft daar een ABC-wet in gedaan. Uh, die lijkt eigenlijk heel erg op de eerste versie van de V-bar. Niet helemaal toevallig. Um, je heet ook ABC-wet. Daar zie je het wel echt. Dat is echt een chaos geworden. omdat er allerlei nieuwe pleisters opgeplakt zijn. om bepaalde beroepsgroepen dan daar weer van uit te okay. ja, ja. En ze hebben op landelijk niveau. Uh, maakt ze of de keuze of fiscaal of arbeidsrechtelijk uh, Borlijn. mag in staat kiezen welke van de twee. Nou, ja, dat is, dat, da da daar ligt silver bullet in ieder geval niet. Oké. Okay. Uh, wat mij betreft. En die ligt er overigens nergens. Maar uh, het, is, het is daar echt wel een beetje een, 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 een doormodderen uh, geworden. Ja. ja, we hebben ook naar Spanje en Frankrijk ge gekeken. Daar zie je wel een stille groei van een aantal, aantal zelfstandigen. Uh, Frankrijk doet van oudsher ook wel heel nou, ja, een stringent arbeidsmarktbeleid is dus onder Macron. Is dat echt wel wat, uh, wat versoepeld? Okay. Dan zie je wel weer werken met het rechtsvermoeden. Uh, wat we in Nederland ook hebben bij een laag tarief. Ja. Spanje heeft dat al ingevoerd, dat er een rechtsvermoeden is bij platformwerk, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. Okay. Ja. Nou, Canada, daar hebben we ook nog even naar gekeken. We moeten straks nog even uitgebreider over België en Duitsland hebben hoor. Maar ja. Canada, ook interessant. Die gaan ook wel als eerste stap vragen zijn: mensen, wat wil jij zelf? Mm -hmm. Wat is de wil der partijen? Nou, zit dat goed? Gaan we verder kijken, maar zit het niet goed, dan weten we al dat het een rode vlag is. Maar dat is ook wel weer een startpunt. En ze hebben een minimumtarief in een van de deelstaten uh, ingevoerd. Nee. Of in een van de provincies, moet ik moet ik zeggen in Canada. Dus zijn we een rechtsvermoeden. of een, nee, een, 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 geen rechtsvermoeden, maar wel gewoon een minimumtarief. Ja. En volgens mij is dat het enige land in de wereld die een minimumtarief voor ZCP's heeft, ja. in een deel van het land. Uh, ja. Mag ja. je even een vraag stellen over dat, uh, dat eerst kijken naar die naar wat iemand wil, hè, of wat iemand is. Ja. Kan je dat uh, ietsje specifieker maken hoe dat er dan uitziet? Want kijken kijk ze dan naar uh, wat is jouw beroep? Of kijken ze naar wat is jouw rechtsvorm? Of... Ja, interessante vraag, want dat, dat verschilt dan wel weer heel ja. erg per land. Okay. Uh, in, 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 in België, daar hebben we het ook wel vaker over gehad. Maar in België hebben ze in ieder geval gezegd... Ja, er, is, er is gewoon een bepaalde groep werkenden. Mm -hmm. uh, die zijn geen werknemer, die zijn misschien ook geen ondernemer. Of althans, we pakken uit alle twee... Elementen en dat stoppen we in een aparte wet. Ja, ja, oké. Okay. En, en, en dat vind ik interessant uitzien. Even los van wat er nou in die wet staat. Dat is, dat is misschien nog minder interessant. Maar het erkennen dat er een groep is. waarvan je een mix maakt van ondernemersrecht. en een mix maakt van ondernemerschap. dat stoppen we in een aparte wet. En dan kan je daar maatwerk op doen. Ja, ja. En in Nederland is het vaak zo. Ja, arbeidsrecht is. is het beginpunt, maar dat, dat telt ook stiekem een beetje zwaarder dan de rest. Ja. We gaan eerst de arbeidsrecht dan gaan we daarna pas naar ondernemerselementen kijken. Nou, dat, dat vind ik interessant daar. Terugkomend op jouw vraag. En het is met name Duitsland die zegt, ja, we kijken naar het beroep. Oké. Okay. Wie ben jij nou? En, en, en doe jij nou een beroep waarvan we nou, ons kunnen voorstellen dat je dat als een vrij beroep doet? Dat, dat, dat je dat als een vrije jongen doet. Ja. Um, zoals een kunstenaar. Zoals een kunstenaar, ja. maar ook. Uh, IT-consultants, ook journalisten, ook okay. interim managers. Allemaal type beroepen die je kan definiëren. Mm. En waarvan je kan zeggen: ja, daar heb jij specifieke eisen voor nodig, kwalificaties voor nodig. Ja. Uh, um, en dat is een gelimiteerde uh, lijst. Er okay. zit bijvoorbeeld geen platformbezorger tussen. Ja. Er zitten niet mensen bij die uh, als bouwvakker werken en niet die in, in, uh, als verpleegster werken. Wel ja. als arts, maar niet als verpleegster. En waarom? Omdat ze zeggen: ja, nou ja je moet wel aantoonbaar. Extra expertise hebben die aan jouw persoon is gekoppeld. Ja, oké. Okay. En daar maken we een lange lijst van. En per beroep zijn er dan weer andere criteria. En die criteria worden bepaald door beroepsverenigingen en die controleren dat ook. Beetje het gildersysteem. Ja. En, en binnen die lijst, nou, die is gelimiteerd, uh, zeg maar, dus daar kan je op reguleren daarna gaan de eisen stellen die met arbeidsrechtelijke dingen te maken hebben. Ja, maar daar valt op af te dingen dat je dat je dus als jij niet in die beroepsgroepen zit, dat je dus niet vrij bent om, om wat jij doet zelfstandig te doen. Nee, dat, een, een, een nee tenzij je zegt: nee? nou, ik vind het zo belangrijk, ik richt een bv op. Ja, oké. Okay. En ik maak er echt mijn bedrijf van. Ja. Dus je hebt wat bv's die maaltijden bezorgen. Ja, ja. Uh, okay. Maar je hebt geen individuen die maaltijden bezorgen. Okay. En dat is het verschil. Dus de, de, de lat, iedereen kan ondernemen. Mm -hmm. Maar de lat ligt voor uh, sommige vrije beroepen wat lager. Nou, ja. ook iets minder belasting hebben. aan Minder administratieve uh, zaken. En dat is nog steeds streng gereguleerd. Uh, op zich. Op de manier waarop je werkt. Want ingebed werken, zoals we het hier nog wel doen. In teams meedraaien. Ook als je een vrij beroep hebt. Nou, dat is in Duitsland echt nadam uh, verboden. Ja, 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 ja. Dus de okay. regels zijn dat. Uh, uh, zijn eigenlijk nog strenger dan in Nederland. Okay. Uitgangspunt blijft wel: okay, welke beroepen geven we nou de ruimte? Ja. Dat is uiteindelijk wat ze in Californië ook hebben gedaan. Al die uitzonderingen die er zijn, ...die zijn aan beroepen gekoppeld. Okay. Mensen in de filmindustrie, de journalisten, de architecten, daar hebben ze allemaal weer uitzonderingen op die ABC-wet gemaakt. Ja. Dus je begint toch bij het beroep, dus bij de kern: wie, je, wie is iemand? Okay. Ja. Um, je wil nog meer vertellen over Duitsland en België? Uh, nou, dit, dat... dit zijn eigenlijk de belangrijkste twee. twee uh, aparte wet, ja. uh, waarin je dingen kan regelen, dan wel Duitsland beginnen bij het beroep. Ja. Uh, even gaan daaruit dingen organiseren. Dat zijn, dat zijn echt wel twee hele andere manieren van kijken naar dit vraagstuk. Ja, ja, ja. oké. Okay. En uh, Sam, je bent natuurlijk ook bestuurlijk geïnteresseerd. Uh, uh, als ik zo hoor, een aparte wet, een aparte categorie. Z zou zoiets ons gaan helpen, denk je? Ja, het interessante van België, en, en België is natuurlijk al eerder een keertje teruggekomen hè, in, de, in, in de politieke uh, discussie. Uh, destijds werd er ook aandacht voor gevraagd, vanuit was het Hilde Palland van het CDA. Uh, en het interessante natuurlijk van België is wel, van, um, wij vertrekken in Nederland vooral vanuit, wat Hugo-Jan ook tegen zegt, vanuit het werknemerschap. Hè. Wanneer is iemand nou een werknemer? In België zijn ze eigenlijk tot de conclusie gekomen, nou we hebben ook een groep zelfstandig werkenden als categorie. Die zijn er, die hebben we ook in Nederland. En die zullen er ook blijven. En die mensen hebben we uh, hard nodig. En ze hebben dat in een, in een aparte arbeidsrelatiewet uh, geregeld. En ze hebben daaronder criteria gehangen. om te kijken van hey, wanneer mag je nou als, als zelfstandig werkende werken. Ja, dat in combinatie met ook een gelaagdheid in de criteria. Hè? Dus. Neutrale, algemene criteria en tegelijkertijd ook nog sectorspecifieke criteria. Ja, dat is natuurlijk een, een hele interessante uh, invalshoek. En dat werkt in België goed. Uh, nou ja, tel daarbij op dat ook de partijbedoeling, uh, die net al terugkwam, dat als opdrachtgever en opdrachtnemer eigenlijk aangeven, we willen graag. Op basis van een opdrachtovereenkomst uh, werken. En er wordt inderdaad vanaf het begin al gekeken naar die ondernemerscriteria. Ja, dat uh, die aparte wet in België uh, werkt daar goed. En daarom heb je ook minder discussie, uh, politiek maatschappelijk gezien over het fenomeen schijnzelfstandigheid. Ja. Ja? Op antwoordelijk niveau is overigens uh, de, uh, al uitgebreid antwoord gegeven om waarom die Belgische variant niet interessant is. Dat heeft uh, minister van Germanburg ons met de Kamer gedeeld. Wat ik wat ik daar jammer aan vind, is dat ze vooral gekeken hoe werkt die wet in België. Nou, daar valt ja. best kritiek op te doen. En je moet ook niet die wet zomaar overzetten naar Nederland. Hm? België heeft een andere, andere sociale structuur, bijvoorbeeld, omdat ze daar veel meer sociale zekerheid voor zelfstandigen hebben. Nou, dat hebben we hier niet. Ga je ook niet zo makkelijk voor elkaar krijgen. Maar het gaat mij niet. Ga je die hele wet kopiëren, maar ga je het idee van een aparte wet uh, uh, overnemen. Ja. Uh, en dat is ook weer wat anders dan dan uh, sommige, ook de VVD en en bijvoorbeeld VZN gezegd hebben van we gaan ondernemerscriteria harder maken in de wet. Ja. Uh, dit is wel weer een variant, want je, je identificeert iets meer dat dit een aparte groep is. Ja. In plaats van puur onder, ondernemers in de klassieke zin van het woord. Ja, okay. Dus het is, het is echt wat uh, echt wat anders. Ja. ja, en is de conclusie nou van dit rapport um, een, een oproep aan de politiek om echt. Um, het fundamenteel anders te gaan doen en moeten we echt terug naar de tekentafel? Is dat, is dat uh, zou je dat als conclusie kunnen geven, of gaat dat te ver? Zou ik die? Uh, ja, ja. Nou, nou ja, goed. De, de uh, er is natuurlijk nu wel een momentum aangebroken, en om ook dat er komt weer een politiek debat hè, over, over de, de, de V-bar. Ja. Uh, nou ja, als we kijken naar de internetconsultatie, stevige kritische uh, reacties destijds op, uh, op de V-bar. Dus ik denk dat dit ook een mooi moment is om even te kijken naar dit, naar dit rapport ja. en op basis daarvan van de inzichten, de perspectieven, de takeaways, die mee te nemen naar de politieke discussie hier in, in Nederland. Ja. En dan inderdaad ook vooral ook een discussie te voeren van, ja, moeten we nou kijken naar, naar, naar het werk dat wordt uitgevoerd hè, binnen die arbeidsrelatie? En welke plek geven wij nou aan die, aan die criteria die echt toezien op die werkende zelf? En nou, Dat is fundamenteel anders. Ja, ja maar, maar zie je in dit rapport zeg maar die, de, de, de inzichten die we hieruit meenemen? Als we daar een paar componenten nou net even wat scherper inbouwen in, in de V-bar, zijn we dan goed of moeten we echt, moet die echt geprutte worden en moeten we een nieuw ontwerp maken voor hoe we dit goed regelen? Goede vraag. Um, ik denk nog steeds wel dat je ook in die V-bar, en we zijn natuurlijk ook afhankelijk hè, van, van de hoge raad waar ze straks mee gaan komen ja. met die antwoorden in zaken de Uber-casus. Ik vind het nog steeds heel relevant om te kijken naar die OP-criteria. Mm -hmm. Welke rol krijgen die OP? Hè, die ondernemerscriteria uh, nou in, in de beoordeling van de arbeidsrelatie? Ja, en ik vind persoonlijk dat we die wel steviger moeten verankeren. Ja. En daar meer gewicht aan moeten, aan moeten geven. Ja, ja, want help me even, Hugo Jan. Want als ik, uh, ik hoor Sem dus zeggen, die ondernemerscriteria, als we die nou even helemaal naar de voorkant halen in de uitvoering van het vaststellen of iemand zelfstandig is. Zijn we dan al een, dan al een eind op weg? Um, hè, als we dat, de, de dat, takeaways even meenemen dat, dat zou een keuze kunnen zijn ja. nou, dat is echt, echt ook wel een politieke keuze maar ik denk dat hier ook hè, als, ik, als ik met mensen van de Partij van de Arbeid praat hierover die, die zeggen op zich ja, uh, zelfstandig werk moet je niet ingebed doen je moet niet als hetzelfde werk is maar ook die willen natuurlijk een bepaalde ruimte voor ondernemerschap hebben ja. dat geldt overigens ook voor de SP die, die komen daar misschien al, soms al wat harder voor op Um, dan ga je nog steeds uit van het individu. En het hoeft niet liberaler, wat dat niet losser. Maar het gaat wel om het uitgangspunt. En die drempel verhogend bijvoorbeeld. Wanneer kan je nou beginnen? Ja, dat kan je natuurlijk heel makkelijk als ondernemer. Je vult de formulier in je met ondernemer. Ja. En je gaat, je gaat maaltijden bezorgen of je gaat uh, een biertje stappen. Nou, ik kan, ik kan me wel voorstellen waarom sommige mensen dat niet wenselijk vinden. Ja. Uh, daarin. Terug even naar die V-bar. Als je kijkt naar, nou, er staan 14 criteria in de wet V-bar. Over over werk, over zelfstandigheid en over die ondernemerscriteria. En die criteria, daar gaat het niet om. Okay. Die zie je overal ja. in de wereld terugkomen. Die zitten ook in de ABC-wet, maar die zitten ook in de Duitse wetgeving, die zit ook in de Belgische wetgeving. Het is wel hoe zwaar. En waar begin je mee? Ja. Um, dus die ondernemerscriteria niet doorslaggevend laten zijn, maar wat maar als startpunt nemen, zou iets kunnen zijn. Of, of eigenlijk een laag beroep is een startpunt. en dan gaan we pas dit al die criteria af. Uh, dat dat zou wel een manier, een ander perspectief op dezelfde wet of op, op dezelfde criteria kunnen zijn. Ja, en dan uh, qua uitvoerbaarheid makkelijker of uh, moeilijker? Nou, ik denk, dat hangt een beetje af van welke variant uh, ja. je kiest. Hè? Je hebt in de UK hebben ze gewoon een hele categorie dat heet de worker. Nou, ja. Dat is dat dat is. Geen werknemer, geen ondernemer hebben ze dat ook. Daar wil overigens de huidige Labour-regering af. Okay. De nieuwe regering, ook interessant. Ik weet, ik weet niet of het makkelijker wordt. Ik denk het wel. Uh, maar het hangt een beetje af van welke variant. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk verduidelijken. Dat ja. wil iedereen. Ja. Maar ook moderner. Want die ja, de geest van de ZCP weer terug in de fles krijgen. Mensen die autonomie willen worden net. Maar ze zijn ook gewoon gelukkiger. Ja. Ze zijn effectiever in hun werk. Um, en ja, dat ga je mensen gewoon niet, niet massaal afnemen meer. Ja. Ja. Duidelijk. Um, waar kunnen we de details vinden over dit uh, rapport? Ja, ik zou zeggen op de website van, van het First Group natuurlijk kan je het vinden. En natuurlijk op Zipconomy. Dus ja. uh, we zullen ervoor zorgen dat het goed vindbaar is met banners en dergelijke. En uh, nou ja, er komt ook nog een, een artikel uh, over. En dan kunnen mensen het gewoon uh, downloaden. Ja. En, uh, nou, er zijn ook nog printversies beschikbaar, ook nog? maar ja, ja, ja. die gaan we wat selectiever uitdelen. Ja, ja. 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 oké. Okay. Ja. Um, mooi. Nou, dank jullie wel, heren. Ik zal trouwens ook een uh, linkje in de beschrijving van deze podcast plaatsen naar dit rapport. Uh, Sam, dankjewel voor jouw commentaar op dit rapport. Uh, Hugo Jan, en dan moeten we Klaartje Vogel natuurlijk ook even hierin noemen. Bedankt voor uh, het doen van het onderzoek en het samenstellen van dit rapport. Um, en daarmee ronden wij af. Als je meer wilt weten over het nieuws dat we vandaag besproken hebben, kijk dan op zipconomy.nl. Daar kun je je ook abonneren op onze nieuwsbrief. Volg verder Zipconomy op LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast bij Spotify of Apple Podcasts. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.